kijkers, welkom bij de nieuwe ontvoering. De ene laatste aflevering alweer. Ben je met dood? Nee, gast, ik heb hier toch geen zin meer in. Moet ik snel echt ontvoerd worden? Gast, what the fuck, man. Ik ben echt bang uit voor je. Ik ben bang houden. Kanker houden. Ik had toch geen zin om te ontvoeren. Maar gast, ik moet. Nou, waar ga je me dan verstoppen? Ja, dood. Heb ik gezegd, ik ga je hier niet stoppen. Nee, joh. Nou, veel succes, dood. Ik krijg 10 minuten de tijd. Waarom hier? Ik zit boven. Nou, Yoshi. Jij bent vandaag eindelijk dan de gast die dan dood gaat zoeken. Maar morgen moet jij weer ontvoerd worden. Ja, dat klopt. Lekker zeg, na 2 keer te ontvoerd zijn geweest op rij, heb ik eindelijk, hoef ik deze ontvoering niet te doen. Daar ben ik echt blij mee. Gast, daar ben ik echt blij mee. De eerste 2 heb ik ook al gedaan, maar de vorige 2 keer moest ik ook bezoeken. En dat kwam me op geen pretje. Gast, die deur gaat de hele tijd open. Gast, ik hoor het, maar gast... Serieus, ik ben heel blij voor je dat jij niet bent, Yoshi. Ach, maar maakt niet uit. Morgen moet ik weer, maar goed, vandaag ben ik weer dood gaan zoeken. Dood, waar is die gozer dan? Nou, dood, een hele fijne dag. En ik wens je heel veel succes daar, maar... Ik hoop echt dat ik je nu binnen 10 minuten te pakken krijg. Nu in 10 minuten, laatste minuut, krijg ik je gewoon te pakken. Een gast, volgend seizoen komt er weer een nieuwe karakter misschien. Misschien dat we met Warner Waluigi ook meedoen aan de ontvoering. Maar ik wil liever dat jullie 2 er weer zijn. En jullie 2 gaan ook weer de zomer erop doen. En dan gaan een van jullie 2 gaan overnachten. Dan gaan we kijken hoe het afloopt. We hebben de... Ik heb iets dat ik al gemaakt voor in de zomer. Zomervakantie erop. En dat doen we dan of hier of daar. Maar dat maakt niet uit. We kunnen het of weer hier doen. Dus de zomer erop. Of we kunnen het daar gaan doen. Ik denk, jongen, dat het dit gaat serieus niet helpen. Oh, die guy. Oh my god, dood. Oh my god, Yoshi dood. Dit was zo'n spannend seizoen, ik kan je eerlijk zeggen. Dood had voor mij echt 4 keer gedropt. De woorden. Wees maar blij dat hij voor jou koos. Ik dacht echt, Dood gaat voor links kiezen. Want Dood die zat eerder nog te twijfelen, hè. Hij wilde al eerder nog voor het links gaan kiezen. Want je zag hem al met zijn dartpijl, al zag je hem al bijna naar links werpen. Maar uiteindelijk beveelde ik Dood om voor rechts te kiezen. Omdat rechts misschien wel geluk voor hem brengt. Ja, en hoe? Gast, en dan heb ik geen zin erin morgen. Ik had zo gehoopt dat Toad gewoon voor links ging kiezen. Toad had gewoon voor links moeten kiezen. Gast, hoor je dat? Is Toad ontsnapt? Ik weet het niet hoor, maar ligt hij niet hier ergens? Dus, een borstel. Wat doet een borstel hier? Gast, ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Maar in ieder geval, als we klaar zijn met scheiden, dan zien we jullie. Gast, hoor je dat? Doe die fucking deur open. Er wordt er gewandeld tot daar. Yoshi, wordt er gewandeld. Ik weet het niet, maar hè. Kom op, ik bel hem even. Kom op. Fucking kutdood. Deze deur is ook helemaal niet open. Hij kan daar niet zitten. Hij moet ergens in dit gebied zijn. Ik heb het gevoel dat hij gewoon boven is. Dat zegt mijn gevoel. Ik denk ook dat hij boven is. Want ik heb hem ergens verstopt, maar ik weet niet meer waar het was. Oh. Gast, nou, schrijf maar lekker verder. Ik neem je dadelijk wel even mee. Ik ga eerst nog even kijken hoe het met die andere guy is. Gast, godverdomme, laat me hieruit. Ik zit helemaal hierboven. Ik kan ook geen kant uit. Ik zit tegen een boekje aangeleund. Gast, what the fuck.
Ik wil echt op die paniekknop drukken en ik wil er gewoon gelijk vandoor. What the fuck? Yoshi, ik heb hem al ergens gevonden, maar ik... Gast, ga die liggen houden. Je weet gewoon waar hij is, hij is niet hier. Die fucking deur is toch open, hè? Zal hij dan zijn ontsnapt? Gast, is hij ontsnapt, denk je? Hij kan nooit ontsnapt zijn, dat weet ik zeker. Hij moet gewoon ergens in die buurt zijn. Kijk of die fucking deur open is. Ik weet niet of die deur open is. Van de week moest Marie hier naartoe met het hond. Toen vond je het te eng, ouwe. Zo, ik vind het hier eng, ouwe. Zo, die deur staat al wijd open. Kom op. We gaan hier doorheen. Als ze het dood niet vinden, dan weet ik het ook niet meer. Ja, wie is die? Dood. Dood. Godverdomme, man. What the fuck, bro? Bro, what the fuck is dit? U ziet het toch? Maar kijk, oh shit. Schrik me dood van mijn schaduw. Gast, en nou is het mijn schuld weer zeker. Ja, ik schrik me ook dood, man. Waar is die jongen nou? Dood moet hij ergens gewoon zijn. Ik weet het zeker. Er zit er een kaasschaaf hier. Dit vind ik gewoon belachelijk. Dit is gewoon belachelijk. En leuk. Al deze dingen zijn niet open, man. Ik hoop echt dat hij hier is. Zie ik hem nou ergens? Ik weet het toch niet. Kijk, en die deur staat helemaal open. Die deur... Gast, die deur staat open. Die deur staat open. Gast, ik ga niet liegen. Gast, die deur. Gast, die deur staat open. Gast, die... Oh, doe die fucking deur dicht als je het kan. Wat is er met die deur? Die deur is helemaal dicht. Open die fucking deur. Kom op, hier kan hij niet zijn. Dan ga ik maar eruit. Hé, hop, ik hoor help. Ah, fucking hell. Fucking hell, daar is die. Ben je daar dan eindelijk? Gast, ik wilde hier weg. Maar je gaat hier dus niet blijven. Nee, joh, ik wil hier weg. Oh, ben ik blij dat je me ontvangen. Ik zit niet de hele tijd prettig daarboven. Ik zit de hele tijd maar boven te horen en Yoshi, bedankt voor je hulp. Graag gedaan, kerel. Graag gedaan, maat. Gans, wat is het? Wat ben ik blij dat dit morgen achter de rug is. Ik heb ook allemaal zweetdingen op mijn hoofd. Dit kan niet. Het is gewoon drama. Ik sluit af, doei. Jij mag het dit keer doen voor mij.